Nog nooit in de geschiedenis leefden zoveel mensen zo lang, zo gezond, zo vrij, welvarend en vredig als nu in 2019. Zo betoogt de Belgische filosoof en tegendenker Maarten Boudry in zijn nieuwe boek. En wat leuk, hij zit hier naast me in de studio. Hartelijk welkom. Het was een van vanuit Gent. Uh, ja, uh, ja, moderne wetenschap en technologie is geweldig, maar niet altijd even betrouwbaar. Uh, ergens uh, ter hoogte van Utrecht liep het fout, en dan uh, moest ik van de trein overschakelen op de taxi. Dus, uh, maar ik ben er geraakt. Nou, en inderdaad, de wereld fijn. staat er beter voor dan ooit tevoren. Dat kan ik helemaal beamen. Ik ben niet de enige die dat zegt, trouwens. Dus, uh, uh, ik baseer me vooral op betrouwbare cijfers van uh, ja, internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank. En ook op het werk van mensen als uh, Hans Rosling. Uh, die al een tijdje de lofzang zingen op de uh, moderniteit. En ik begin eigenlijk mijn boek met die vaststelling. Uh, als het inderdaad klopt dat de wereld er nooit beter voor stond dan vandaag. Uh, als we dus een spectaculaire daling zien van zo ongeveer elke vorm van menselijke ellende die we hebben gekend in de geschiedenis. Waarom komt het dan? ...dat er nog steeds zoveel mensen zijn die geloven dat het bergaf gaat met de wereld... ...of zelfs uh, dat de wereld binnenkort naar de knoppen gaat. Dat ja, is dat een is de letterlijk, uh, ja. zoals de titel uh, van het boek ook zegt. Ja, is, precies, waarom oh. de wereld niet naar de knoppen waarom gaat. Waarom de wereld eerst... niet naar de knoppen ja, het, gaat. Ja, eerst, eerst de, de, de oorspronkelijke titel was waarom de wereld niet om zeep gaat... ...maar blijkbaar uh, is die uitdrukking hier in Nederland minder gangbaar... ...dus we hebben een, een titel gekozen die ook hier uh, verstaanbaar is... ...dus naar de knoppen, om zeep, naar de Filistijnen... ...het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer... Het zijn kinderen die dat ook denken. De afgelopen maanden gingen ook hier in Nederland, maar vast ook in België, duizenden kinderen de straat op. Ze waren aan het spijbelen en ook heel veel docenten vonden dat prima. Want de wereld vergaat als we niks doen, denken zij. En zo klonk het ongeveer. Februari is niet normaal. De experts zeggen dat we are right. So politicians, what are you waiting for? Please get your shit together. Ja, 14 graden in februari, dat is niet normaal. Daar schrikken zij blijkbaar heel erg van en ze zeggen ook de bevestiging te hebben gekregen van experts en roepen politici uh, op om iets te doen en de rotser bij elkaar te houden als je shit of ja. rotser wil vertalen. Ja, de ironie is een beetje dat de jongeren hier in Nederland, maar ook in België, heel hard proberen rebels te zijn, maar dat lukt hen eigenlijk niet zo goed, want ze worden heel uh, sterk doodgeknuffeld door het establishment. En wat ze verkondigen is ook helemaal niet zo nieuw. Het is misschien een uitvergroting of een overdrijving uh, van zaken. Uh, die volwassenen hen hebben ingelepeld. En dus de voornaamste verantwoordelijkheid rust dan ook op de schouders van volwassenen. voor het jammerlijke feit, volgens mij dan toch. dat deze jongeren met zo'n gitzwart beeld. over de toekomst rondlopen. Want, en ze worden dus gemanipuleerd door experts en door precies, hun ouders? Misschien daarom niet per se met, met kwade bedoelingen. maar wat ze zeggen ligt zeker in het verlengde. Uh, ja, van wat eigenlijk iedereen al zegt. van wat de, de consensus is. zeker uh, in, in de ecologische beweging. maar ook breder in de hele politiek. Namelijk dat we dringend iets moeten doen aan klimaatopwarming en dat het vijf voor twaalf is, of twee voor twaalf, of kwart na twaalf. Ja, dat is die retoriek die steeds opnieuw terugkijkt. En dat is helemaal niet zo? Dat is helemaal niet zo, nee. Wat wel Klopt, en daar wil ik uh, geen enkele onduidelijkheid over laten bestaan. Uh, de jongeren hebben wel degelijk de wetenschap aan een kant wanneer zij zeggen dat het klimaat opwarmt. en wanneer zij daaraan toevoegen uh, dat de mens verantwoordelijk is voor het grootste deel van de klimaatopwarming. Dat moet ik telkens opnieuw benadrukken, want ik merk ja. als ik maar durf kritiek te uiten op dus die uh, spijbelende scholieren. Uh, bij ons uh, is vooral Anuna de Wever bekend. En ik denk dat die hier ook uh, ondertussen een beetje een celebrity is geworden. Uh, ze heeft een boek uitgegeven samen met Kira Gantois, ook een uh, andere scholier bij De Bezige Bij. Dus ik neem aan dat het hier ondertussen ook al ja, uh, bekend is. Ik heb er een antwoord Twee op Twee jonge mensen die uh, overal op podium ja, klommen uh, om te zeggen hoe erg het was. Ja, ze hebben dus gelijk dat het klimaat opwarmt en dat het aan de mens ligt. Uh, maar ze hebben niet gelijk uh, dat de wereld vergaat. En dus mensen proberen voortdurend om die doembeelden uh, te verwarren met de wetenschappelijke consensus over het feit van klimaatopwarming en de menselijke oorzaak. Uh, maar daarmee zagen ze enkel verwarring. Dus het, het heeft geen zin om die doembeelden toe te schrijven aan het IPCC. Dus Het IPCC is de uh, wetenschappelijke instelling die in opdracht van de Verenigde Naties onderzoek uitvoert naar klimaatopwarming en die daarop regelmatige tijdstippen uh, rapporten over publiceert. Nu, het IPCC is een ernstige instelling die niet dan alarmisme doet en die probeert zich over de feiten te buigen en die Graag, al vaststellen. De feiten. Ja, er geen de paniek. Feiten. En ook uh, dus toekomstscenario's probeert, uh, probeert te berekenen en uh, per scenario telkens uh, gaan bekijken dus hoe groot de economische kost is en dat gaan ze precies gaan uitdrukken. Ze hebben natuurlijk geen glazen bol maar dat zijn dus economische uh, modellen waarmee ze rekening houden ook met de groei van de economie en de evolutie van het klimaat. Waarin ze gaan berekenen uh, bijvoorbeeld uh, in verhouding tot het bruto nationaal product van, van de wereld, wat de kost is van elk opwarmingscenario. Het idee dat de planeet naar de knoppen gaat, of dat de menselijke beschaving in elkaar zal storten, of dat de hele wereld vergaat, is absoluut niet wat het IPCC stelt. Ja, dus ik denk maar... wel dat we het probleem moeten aanpakken. dus Er ja, is inderdaad urgente actie nodig. Want zij zeggen CO2 weg ermee. Uh, Denkt ja, u dat dan niet? Weg... Kijk, dat is een beetje... Ze schrijven bijvoorbeeld ook in hun boek dat CO2... Uh, onze planeet vergiftigd heeft en vervuild. En nu, dat is ook iets wat ze zelf niet verzonnen hebben. Dat is ook weer een vorm van indoctrinatie. Terwijl van... planten en ja. bomen hebben Precies, CO2 nodig ja. dus hebben. Dit is niet alleen het voedsel voor CO2, maar het is ook dankzij het CO2 in de lucht dat, ja, dat, dat, dat wij kunnen overleven. Dus elk koolstofatoom, elk C-atoom in ons lichaam is indirect afkomstig van planten die via fotosynthese CO2 uit de lucht Precies, ja, Maar getrokken. dat leer je op zich bij biologie. Tenminste, ik heb dat nog gehad. Ja. Maar fossiele brandstof dan, hè? Want uh -huh. dan nu, ja, in Nederland uh, ga, wil, van, wil van het gas af, terwijl in andere landen vinden ze dat schoner dan, dan steenkool. En voor ja, mij is dat, dat zelfs zo. zo. Ja, ja de, de, laten we daar dan even uh, helder over zijn. Maar dan nog um, fossiele brandstof. Daar is, uh, de, ja, de, de, de jongeren denken dat wij daarvan af moeten en wel zo snel mogelijk, ja. want anders gaat het verkeerd aflopen met de aarde. Wel, Klopt dat niet? We moeten daar inderdaad van... Van af, maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden, en dan kom ik weer terug op het thema van mijn boek, eh, dat fossiele brandstoffen een enorme zegening hebben, bete hebben betekend voor de mensheid sinds eh, de industriële revolutie in 1800. Dus de reden waarom de levensverwachting gestegen is van 30 jaar naar meer dan 70 jaar, dus meer dan een verdubbeling, de reden waarom de kindersterfte spectaculair gedaald is. 90% van wat ze vroeger was. De reden waarom we zoveel rijkdom hebben vergaard, waarom we ook waarom we zo vredig leven, zelfs de reden waarom slavernij is afgeschaft, het is echt, slavernij is afgeschaft, Omwille van de industriële revolutie, omdat slavernij gewoon ook niet meer economisch rendabel was. Dus al die zaken zijn eigenlijk in grote mate te danken aan fossiele brandstoffen. Nu wil dat niet zeggen uh, dat we ons geen toekomst kunnen inbeelden zonder fossiele brandstoffen. Want fossiele brandstoffen zijn ook maar een middel om iets tot stand te brengen waar de mensheid tegen geïnteresseerd is. Namelijk grote hoeveelheden betrouwbare, goedkope en liefst ook schone energie die 24 uur op 7 beschikbaar is. Dus Dan komen we uit die... op kernenergie. Ja, ja, precies. En dat is, dat is dus de, de enorme tegenstrijdigheid in en het betoog van de groene doemprofeten, de enorme ja, cognitieve dissonantie, zoals psychologen dat dan noemen. Als zij echt overtuigd zijn dat het vijf voor twaalf is, dat we nog tien jaar hebben om de planeet te redden, dat we nu meteen in actie moeten schieten, waarom in godsnaam zou je dan dat irrationele, uh, ja, die irrationele propaganda tegen kernenergie blijven doorzetten? Want, dus voor de duidelijkheid: kernenergie. Kerncentrales stoten geen gram CO2 uit. Dus als er één technologie is waar ik op dit moment mijn geld op zou inzetten om uh, de transitie te maken naar een koolstofarme economie, dus, een, uh, dus om de, uh, af te raken van die fossiele brandstoffen, dan lijkt kernenergie mij de meest beloftevolle optie. Maar wat zien we dus, zowel in België als in Nederland, uh, dat uh, groene activisten nog altijd blijven vasthouden aan het taboe dat kernenergie des duivels is. Vandaar dat ik ook twijfel aan hun oprechtheid in het geloof dat de wereld wel naar de knoppen gaat. Als ze daar echt van zouden doordrongen zijn, dan zouden ze de oplossingen. Dankbaar aannemen uit welke richting ze ook komen. Maar dat doen ze niet. En in België is het nog erger, want daar hebben we al kerncentrales. Hier is er maar eentje in uh, Borselen. Ja. Uh, maar wij hebben al een aantal kerncentrales in België die we perfect uh, nog 10, 20, 30 jaar kunnen openhouden. En toch is er een consensus ontstaan, uh, niet alleen dus bij de Groene Partij, maar bij ongeveer alle partijen, met uitzondering van onze uh, NVA, de Vlaams Nationalistische Partij, dat die kerncentrales vervroegd dicht moeten. Dus het is, het, ja, ik wek mijn woorden, het is stomzinnig om, van, zeker rekening houdend met die urgentie van het klimaatprobleem, om dan nog eens kerncentrales te gaan afbouwen. Ik denk niet dat de wereld vergaat, dus ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar als je dat gelooft, dus als je meestal. Dan stapt zou je de kernenergie is, moet, ja, moeten dat, omarmen. Deorie, dan moet je kernenergie omarmen. Er is nog.